Hey, hallo. Dit is volgens mij deel 6 van de Twisselbroek-familie. En allereerst, ik kan een beetje slecht klinken. Een beetje hoesterig en zo. Want ik heb, ben wat verkouden, niet heel ernstig of zo. Ik heb deze week een beetje, klein beetje last van de griep gehad. Gelukkig maar één dag dat ik echt me niet lekker voelde. En de rest van de dagen kon ik gewoon wel dingen doen. Maar ik heb dus een beetje een vervelende stem. Dit is het deel dat Rosalie, die de wedstrijd gewonnen heeft, ook meedoet. En ze woont nu één dag bij de Twizzlebrook-familie. En eigenlijk gaat het hartstikke goed. Ze is al beste vrienden met Trace, wat haar een beroemdheidspunt heeft opgeleverd. En ja, het is heel leuk, want ze past er echt goed tussen. Met Trace is ze al dikke vriendinnen. En nou, ze ging meteen hier op de pop bezig met vechtsportkunsten. En dat doet Noah, of ja, Noah doet dat ook. Dus ze kunnen misschien samen dat gaan oefenen. En nou, super. Even kijken. Ik heb natuurlijk ook gelivestreamd met de familie. Heb je die gemist? Dat is jammer. Maar er zijn een aantal dingetjes veranderd in de familie. Zo is Kai nu een tiener, als ik het goed heb. Ja, en ik heb... Hij had echt super lelijk haar. Echt die rasta haar. En dat heb ik even veranderd naar iets moois. En het is zaterdag ook nu trouwens. Ik heb dat een beetje naar een... ja, leuk. Gewoon wat anders als anders kapsel gedaan. En even kijken hoor, daar heb ik nog meer te vertellen over Kai. Nou ja, Kai is dus nu een tiener. Hij heeft naschoolse opvang, want hij wil heel graag naar de uni. En hij heeft ook al een vaardigheidstest gedaan. En ik denk dat ik hem iets van communicatie of zo laat gaan. Of ja, zal gaan doen. En Trace is ouder geworden. En jongens, onze Ryan is er ook nog steeds. En die is al 91. En nou ja, iedereen wordt wat wakker en zo. Rosalie wilde volgens mij sporten. En Noah moet oogsten, maar het is herfst. En dan kunnen we niet echt wat bouwen. Ja, de kas. Binnen, maar goed, we hebben nog niet genoeg geld om het huis te kopen. En ja, het is een beetje een vies dag. Het is echt een binnendag. Terwijl hier in Nederland, wauw jongens, dat is het mooie weer vandaag. Ik heb echt zin om al in de zomer naar buiten weer lekker aan het strand te liggen en zo. Echt super leuk. Even kijken. Romeo's charisma is echt bijzonder niet zo goed. Hij heeft wel promotie gemaakt ook. Kai is aan het koken. Hij heeft wat nieuwe vrienden ontmoet. Dit heeft hij ontmoet. Dit is Elisa, Youssef, Kiki, Gouforde en Lee. Ze ziet er wel leuk uit. Laten we met haar kletsen. En sorry, ik ga nu even hoesten, want ik krijg al dus een kriebel in mijn keel. En oh, zo irritant. Zo. Dat moest er even uit. Joris, jongens, sorry. Eens even kijken hoor. Wat zullen we eens doen vandaag? Ze gaan... Hij wil een DNA-monster van een sim bemachtigen. Nou, nu niet meer, want ik heb hem per ongeluk weggeklikt. En jullie hebben het eerste deel van Minecraft ook gezien. En ik verbaas me echt over hoe leuk jullie het vinden. Ik vind zelf, even over Minecraft gesproken, heel veel zijn bang dat ik nu ineens ga stoppen met Sims. Nee, Sims blijft mijn hoofd. Wow, kanaal. Wow, het is gewoon hierin geslagen. Wow! Of niet? Ik weet het niet. Leek wel zo. Maar Sims blijft gewoon mijn hoofdding. En af en toe zullen er dus ook andere games komen. En ik heb dus Minecraft ontdekt. Ik wist wel dat het bestond, maar ik vond er nooit wat aan. En nu ben ik verslaafd. Een soort van. Snappen jullie het nog? Kijk, hier gaat Rosalie weer. Ik denk dat ze hier wel goed in wordt. Omdat ze zo sportief is ook, hè? Oh, Kai, ja, jij moet nodig naar de wc. En ik vind haar echt wel leuk, die Elisa Youssef. Ze gaan even kletsen en een aardig sms'je doen. We kunnen Kai wel, want hij heeft sport als ding en nerdy. We kunnen wel een beetje met hem, die wat meer... sociale vaardigheden gaan oppikken. En Rosalie heeft de
niveau 2 gehad van de vechtskunst en ze gaat nu haar band laten zien. Wauw. Heel mooi. Ja, leuk. Dat is een leuke toevoeging aan de familie. Nou, Kai, een beetje aan het socializen met mensen. Oh joh, hij heeft een wetenschappelijke doorbraak. Even kijken, Rosalie heeft een van nerd. Ja, ik heb liever dat ze sportief wordt eigenlijk. Oh, Noah is ook een opvallende ster. Oh jongens. Goddelijk live. Trainen voor 4 uur. Wie moet er eigenlijk nou trainen voor 4 uur? Was dat nou Noah? Nee. Huh, Ryan. Maar hij moet nog boeken schrijven. Dus we gaan... een thriller maken. En het moordwijf. Ja, vind ik wel mooi. Even kijken. En wij gaan naar de tapkast fotografie luisteren. En wat wil jij, Therese? Brein smelten met Noah. Alles in je badkamer gebruiken. Is het nou al zo'n keer... Nee, het regent gewoon echt nog steeds. Wat een vies weer. Oh, Noah is nu ook een nerd. Even kletsen met opa. Ik vind hem echt leuk nu, Kai. Wat vinden jullie? Ik vind hem echt schattig. Echt gewoon een cute, leuke tiener. Die wel wat sportief is, maar ook nerdy. Ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk. En even kijken. Hij heeft al de vaardigheid tuinieren en schrijven. Hij vindt gamen dus heel belangrijk. Ik denk dat hij een beetje zijn oom achterna gaat. Romeo. Denk ik. Ja, deze twee die zijn echt goede maatjes hoor. Ondanks het leeftijdsverschil, ze zijn echt goede maatjes. Nou ja, Rosalie die wil graag dieren redden. De dierenredder in nood. Dus zwerfdieren adopteren. Nou, misschien dat het ons nog wel lukt. Noah in bad. Hij wil graag nog weer een keer reizen. Romeo is nog aan het schrijven. En misschien merken jullie het wel, maar ik doe al veel minder met Ryan en met Trace. Als ze ouder worden vind ik ze... minder interessant om nog mee te spelen. Dan laat ik ze eigenlijk altijd een beetje hun leventje leiden. Zoals ze dat zelf willen. Ik zou dat zelf ook graag doen willen. Oh, Rosalie wordt nog een opvallende figuur dan dat ze al was. Misschien wordt ze nog wel zo'n beroemde dierenredder in nood. No. Noah. Repareer de televisie. Oh, 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 wat heb je gedaan, Kai? Je bent er in elk geval gloeiend bij. Niet handig. Nou, laten we dan maar wat eten opdienen. Nee, Ryan gaat niet op eten. Ja, die twee kunnen het echt goed vinden. Ze zoeken elkaar ook echt goed. Het zijn echt goede vrienden ook al. Hey, Romeo, je verdient al meer, jongen. Je wordt echt nog een goede boekenschrijver. Goed zo. Hij zou aan tafel roepen. Zo, die Trace Wisselbroek heeft opnieuw een andere zin qua kennis afgetroefd. Oh, dat gaat natuurlijk over die nerden gedoe. Goed bezig, Kai. En laten we het kampvuur aansteken. Oh, niet? Nou, dan niet. Laten we
En nog even kletsen met Elisa. En daarna naar een tapkast luisteren. Dan doen we de fotografie-tapkast. Hij heeft nog zelfs speelgoed in zijn inventaris. En hij wil heel graag pingpongen. Dat is wel leuk, pingpong. Kan hij op de Unie wel doen als we hem daarheen gaan sturen. Een uitdaging voor een kennisquiz. Ja joh, die Therese doet het goed ook in haar carrière. Ze doet het echt goed. Dus ze moet alleen nog even een feestje geven. Dus dat kunnen we morgen wel doen. Dan is het zondag. Gaan we een feestje geven voor het creëren van vondsten. Lijkt me een goed idee. Oh ja, Rosalie moet de kamer delen met Romeo. Ik heb even het tweepersoonsbed weggehaald en twee eenpersoonsbedden er neergezet. En ja, volgens mij praten ze verder niet zo heel veel met elkaar. Nee. Niet echt. Even kijken. Oh jongens, Ryan, hij gaat dood. No! Ja jongen, dit is nu de tweede keer dat hij dood gaat en nu gaat hij echt. Oh, wat erg. Oh, wat tragisch. Rosalie, haar tweede dag en Ryan gaat dood. Ja, daar is Margarine ook al. Oh, nou gaan ze weer dagen in rouw zijn, denk ik. Arme simmetjes. Oh. Hier, daar staat de urn al. Oh, mag ik alsjeblieft nog even blijven? Please, Margarine, please. Please, nee, ik ga al, doei. Alle bezittingen van Ryan zijn naar Therese gegaan. Oké. Okay. Ryan. Ja, dat is prima. Ik doe hem, ik til hem even op, kan dat, ja? En, plaats hem even hier, maar ik denk dat ik hem op de kerkhof ga plaatsen. Net als Snowball. Ik weet alleen niet meer waar ik nou hun moeder heb gelaten. Maar goed, het is 1 uur 's nachts en ja, tijd om te slapen. Ik kom bij jullie terug als ze weer wakker zijn. Het is ochtend en ze worden allemaal langzaam wakker, ook echt allemaal in de rouw. En ja, zelfs Rosalie is helemaal in de rouw. Zo. Nou ja, laten we maar wat gaan eten. Oh, het zou vandaag een beetje een mooie dag worden. Oh nee, het regent alweer. Ik wou net zeggen, het is best wel grauw. En er komt een hondje aanlopen. Charlie hond. Het loopt ook al in huis. Huh? Huh? Zagen jullie dat? Hij liep echt gewoon zomaar in huis. Hij liep gewoon zo door de muur in huis. Oh, Rosalie, de hond. Jij bent goed met dieren. Ga maar naar hem toe. Misschien kunnen we hem adopteren als het een zwervende hond is. Ik denk niet dat het een zwervende hond is. Vriendjes wil ze wel willen worden. Oh. Oh.
Even kijken hoor. Dus ik kan met hem apporteren, spelen. Leuk. Hey Thees. Nee, bedankt. Want we gaan een feestje geven vandaag. Even kijken. We gaan eerst even wat eten en zo. Hij is al lang met eten. Zo, jongens, sorry. Ik moet de hele tijd hoesten. We gaan een feestje geven vandaag. Om geld te ontvangen. Voor vondsten. Voor haar ding. En misschien best wel erg dat we dan gewoon nu al een feestje gaan geven. Naar de dood van Ryan. Maar ja, jongens, het is niet anders. Goddelijk lijf. Ja, voor 4 uur wil ze wel trainen. Even kijken. We gaan een fondsenwerver feestje geven. Iedereen moet in zijn vrije tijdskleren komen. En we nodigen wat vrienden uit ook. Omdat dat vaak wel wat helpt. En natuurlijk ook voor Ryan nodigen wat vrienden uit. Oh, die is wel pikzwart deze. Dora. Hoppatee. Ja. Iedereen vindt Rosalie ook echt leuk. Even kijken hoor. Trace, je kan niet zo naar een feest, dus we gaan even een outfit plannen. Oh, ze zijn echt nog allemaal zo in de rouw. Zo. Oh, Romeo heeft net echt best wel wat geld aan zijn royalties. Lentebreeze, love spell, verhaaltjes voor het slapen, graag gewassen gedoen voor insectenplaag. Nice. Oh, op zich zijn dit wel leuke alledaagse kleren. Maar we doen er nog even een outfitje bij. Beetje een hipper outfitje, want ja, ze is dan misschien een oudere, maar wel onwijs hip. Nou, dit is te hip. Nee, dit is niet leuk. Ik doe denk ik dit. Ja, zo. En dan doen we rock. Dat vind ik wel zo klassiek. Als je in de politiek zit. En deze schoenen. Ja, we kunnen ook hakken doen. Ja, we doen hakken. Dit ziet er best wel klassiek uit, toch? Zo. En we gaan hem ook meteen even aantrekken, Trace. Want je moet er goed uitzien. De eerste gasten zijn alweer gearriveerd. En we draaien de muziek. Oh, die draait al. Oh, jongens. Party, party. Oh, Romeo keek echt zo van, what the fuck. Wat is dit voor weer? Rosalie moet nog even naar de badkamer. Ook leuk voor haar, zodat ze wat meer mensen in het dorp... Oh, we hebben weer van alles cadeau gekregen. Voor Ryan. Romeo. Dit is Elisa. En Kai. Ik vind het wel wat. Laten we eens kijken of dat wat kan worden met die twee. Oh ja, Kaya wordt ook beroemd. Het wordt alweer een beroemde familie. Ik weet niet of ik dat nou heel erg leuk vind, zo'n beroemde familie. Maar ja, we zullen zien. Hij vond Christian, die vond Rosalie wel erg aardig. We zullen ze aan elkaar voorstellen.
Met ze leren kennen. Is het wel een beetje leuke eigenschappen hebben? Therese, waar ben jij? Genezen. Even kijken, want je moet met vondsten, moet je dus wel complimenten geven en hem vragen wat zeggen ze over mij. En even kijken hoor. Ik weet niet meer, hoe krijg je nou geld dan? Oh ja, donatiecampagne vragen. Ze is eeuwig trouw. Oh, ze krijgt dus geen nominatie. Dan moeten we nog maar even vriendelijk ons best doen. Jee! Ze is al een BBN'er. Oh. Was alvast genezen, hè? Oh, Kai heeft een bal! Wow! Wow! Wow, jongens! Wow, wat een feest! Ik ben nauwelijks nog op mijn benen staan. Ik doneer 500 en... Oh, 5000 euro. Hij heeft gewoon 5000 euro gedoneerd. Oh ja, en even flink in de paparazzi. Grappig begroeten. Altijd goed voor paparazzi. Want als we Trace nog wat beroemder kunnen maken, misschien dat we dan ook wat meer geld verdienen om dat huis te kopen. Maar jij hebt straks een bal, meneer. Dus ik wil jou nog even gauw wat laten eten. En misschien moeten we ook eens een date. Dat zou ook wel eens leuk zijn. Charlie, ging je als een razende tekeer bij Rosalie? Oh, dat is al geweest. Christian ziet Rosalie wel zitten. Oh, zij doneert ook zoveel geld. Oh, nee! Wie gaat er dood? Die meneer, die Thijs Kremers. Alweer een dooie in deze aflevering. Het is wat. Oh, jongens, we krijgen veel geld voor die campagne. Nice. Ja, ophaalt geld. Dat is heel goed. Maar ja, jongens, alweer iemand die doodgaat. Dat is toch wat. Mager Heini is bijna vriend van de familie, zo denk ik. Het is allemaal wat zielig hoor. Ik vind het echt zielig. Oh jongens, we krijgen allemaal geld. Ja! Oh, het luxe leventje van Simwilhai. Nou, dat vind ik niet zo'n leuke levenswens. Want dat halen ze al heel snel. Maar Kai heeft, jongens, dus een bal, hè? En ik hoop dat hij... Hoe heet ze nou? Oh, we krijgen echt veel geld. Dat zij Elisa er ook heen gaat. Want we kunnen ze samen misschien heen. Oh, we hebben echt veel geld verdiend, hè? Nou, leuk, Kai. Veel plezier op het bal. Nou heb ik hier weer ergens een doodsding staan, hè? Hier. Hier. Nou, die doe ik dan ook wel in Romeo's inventaris. Gaan we die ook naar het kerkhof brengen? Zo, even kijken. Ik ga hem eerst maar eens even onder de douche stoppen. En ik laat hem nog even eten. En oh, er staat hier ook nog eten. En hier staat nog EO, dat is niet lekker. Sneeuw jongens, het gaat sneeuwen.
Ja, laten we iedereen maar aan tafel roepen. Oh, we krijgen echt veel geld. Oh, die gaat promotie krijgen. Oh, Kai danste naar het podium om zijn kroon in ontvangst te nemen en zei dat hij meer katten kwijt moest uitgaan op school. De toeschouwers van het feest waren niet zo blij mee. Nog even, hij wordt ook nog een rebel. 7000 euro voor de campagne. Oh, joh. In totaal heeft Trace 34.000 simulaire... Oh, wauw. Kai wilde zijn geheime liefde op zien, maar deze bleek de hele avond hem te ontlopen. Oh. Oh Romeo, je bent klaar. We gaan naar het kerkhof. Oh, zijn geheime liefde kleineerde hem ook nog eens voor de hele klas. Dat is sneu. Even kijken. Kerkhof Newton. Eros leert alweer oosterse vechtskunst. Oh, het snel. Die hond, wat doet hij toch hier steeds? Doe hem maar in bad, want hij heeft ook vlooien. Wat is haar relatie met die hond? Nog niet zo heel goed. Jee, Rosalie heeft alweer een nieuwe band verdiend. Is er hier weer eens iets kapot? Jee, we zijn op het kerkhof. En... laten we maar even kijken. Een mooi plekje voor onze vrienden. Hier kan wel. Of niet. We doen het hier. Oké. Okay. Ryan. En die andere meneer. Doen we hier. Zo. Nou, we hebben dat ook gedaan. Dan zijn we in elk geval even een tijdje van die geest af. De bal is bijna afgelopen. En het is sneeuwt lekker door. En zij gaat even trainen. Ik weet niet. Ik weet niet wat die hond hier nog steeds doet. Maar hij is er nog steeds. Zij vindt het hier wel leuk. Oeh, Kai, jongen. Je bent echt een rebel. Hij heeft nu staan loeren naar het afspraakje van iemand anders. En toen brak er een vechtpartij uit. Oh, oh, oh. Het bal is afgelopen. Tijd om naar huis te gaan. En... Komt hij al naar huis? Ja, kijk, komt al naar huis. Oh, als Rosalie of als Trace op de werk komt, die heeft ze goed. Donders, dan heeft ze echt een goed. Hopelijk promotie. Eens even kijken wat voor leuke levenswensen of voor leuke levenslange beloning we haar kunnen geven. Of ze kan ook een erfenis krijgen. Prijswinnende auto. Ja, die is meer voor... dinges. Voor Romeo. We geven haar die. Hoe zit dat met... Oh, Romeo. Jij kan gewoon al... een eervolle graad zelfs ergens in krijgen. Een kloonbon. Steen der wijzen. Ja.
Die gaan we kopen. Dat hij meer royals verdient. Even kletsen, Kai. Ja, het bal was voor jou bijzonder. Nou, stop maar eens met trainen, anders dan ben je helemaal moe. Nee, atletisch niveau 2. Romeo slaapt al. Therese heeft ook wel honger. Oh nee, Kai, was jij nog niet thuis? Nou, dat is huisarrest. Ja, jongens, dat is huisarrest. Oh, en hij krijgt van Rosalie's dansje. Geweldig. Ja, Rosalie moet een douche. Je hebt huisarrest, die arme Kai. Tja, had hij maar naar huis moeten gaan, hè. Slapen. En ik wil hiermee het deel alweer afsluiten. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd welk deel het was. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En nogmaals, soms komt er dus een extra filmpje online in de week. Soms wel, soms niet. Ga daar niet te veel over in. De ene keer lukt het me wel, de andere keer lukt het me meer niet. De ene keer heb ik een hele drukke week en de andere keer heb ik een hele rustige week, waardoor het lukt. Dus elke woensdag komt er soms een extra filmpje online. Dat is niet, dus niet elke woensdag, maar er komt dus soms op woensdag een extra filmpje online. Als me dat lukt. Hey, bedankt voor het kijken en ik zie jullie later. Doei doei!